zoals ik al zei, echt een probleem, een vraagstuk van wereldformaat. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag woensdag. Ik heb koffie. Ik heb Casey. Ik ga ontbijt maken. Oké, ik heb ontbijt. Een basis van de Zijbel, meer niet. En ik heb een video van Sarah Dici. En zeg hem even vertellen waarom je geen website nodig hebt. Ik heb een vlog geëdit, blog geschreven. En nu is het tijd om te gaan hardlopen. Ik heb een lekkere kleurrijke outfit aan. Het shirtje is van Nike, van de Boston Marathon. BH is van Adidas en die is echt super fijn, want hij heeft een haakje zodat je hem iets makkelijker aankrijgt. En hij zit heel stevig. En het broekje is van Nike, het is een hele oude. Oké, ik ga lopen. Ik heb 6 kilometer gelopen met een pace van 5.09. En ik ga nu even wc-papier halen, want dat is op. Ik ben terug, ik heb wc-papier. Nu even tijd om te planken. Hoef ik dat in ieder geval vanavond 11:15 niet weer te doen zoals gisteren. Jezus, ik glij weer helemaal weg. Veel zweet. Ik moet echt stofzuigen ook trouwens. Klaar, douchen. Zo klein, compleet weg. Jezus, te veel zweet. Zoals ik al zei, douchen. Het is straks een lunch op het strand. Over precies een half uur. Ik moet over een kwartier weg. Over 12 minuten eigenlijk. Maar ik zag dus een foto op Instagram van Kibbeling, Shirley Visser. Mijn maag knorde echt enorm naar het hardlopen. En ik dacht, ik kan niet naar die lunch gaan en dan met zo'n knorrende maag. Want dan word ik super chagrijnig, want je krijgt ook niet meteen je eten. Dus ja, this happened. Ik ben op het strand. Finally, na een hele heftige klim op de duin met mijn fiets. Het gaat lopend makkelijker. Miller's Beach. Heerlijk op het terras met Shannon van Sonhorica. We gaan dit delen. Dit zijn garnalenkroketjes. En dit is carpaccio, obviously. We gaan weer lekker delen. Het is echt super lekker weer. Die zon is echt heel veel lekker. Jij bent zeker ook niet heel erg verdrietig dat je nu niet op kantoor zit. Nee, het is op zich wel beter dit. Ik kan slechtere werkafspraken maken. Ja, ik ook. En ondertussen hier lekker aan het werk met mijn laptop. Het is echt geen verkeerde werkplek, Shannon. Top geregeld goed, dit. Hè? Ja. Lekker watertje erbij. Top. Oké, dat was een hele leuke en gezellige meeting vanmiddag. Ik heb echt 4 uur op het strand gezeten. Niet alleen maar een meeting gehad, ook eventjes gewerkt nog. En ja, het is echt perfect weer om de hele dag op het strand te werken. Mensen vragen me ook wel eens, kun je wel wat zien op je scherm als je in de zon zit? Maar dat kan ik dus. Ik heb daar echt geen probleem mee met mijn MacBook Pro. Natuurlijk een retina scherm. Is het retina? Anyway, het is natuurlijk beter als je in de schaduw zit. Dat zit ik soms ook wel hoor. Maar het is wel gewoon te doen. Dus, ik ga nu naar huis fietsen. Ik denk dat ik door de duinen ga fietsen. Want deze heuvel, die ben ik net dus niet opgekomen met mijn fiets. Home sweet home. Ik heb even een pizza gehaald. Ik heb al meer dan een week zin in pizza. En normaal gesproken heb ik nooit zin in pizza. Of nou, ik heb dat maar een paar keer per jaar dat ik zin heb in pizza. Oeps, hij is weer heel de doos gegaan in mijn fietsmond. Het is een margarita met paddenstoel. En verder vond ik ook een pakketje in een brievenbus. En ik denk dat ik weet dat erin zit. Yes. Ik heb vanavond weer wat te lezen. In het water. Dit is een nieuwe boek van Paula Hawkins. Van Girl in the Train. Meisje in de trein. En dit is haar nieuwe boek. En die ga ik lezen voor de summer reading van... niet deze zondag, maar de zondag erna. En ik mag hier ook weer een winactie mee doen. Dus hou mijn blog in de gaten. Maar nu eerst pizza en blog. Oké, mensen, ik heb dus de hele middag met mijn benen over elkaar gezeten. En mogen jullie weten welk been onder zat? Deze was het niet. Yep. Heel bijzonder. Je ziet ook helemaal hier. 10 lines. Ik had ook eerlijk gezegd niet verwacht dat ik zo lang op het strand zou blijven. En ik heb wel zonnebrand op mijn gezicht gehad, gelukkig. Anders had ik nu verbrand hoofd gehad. Want mijn vader wel kunnen bewijzen dat je hoofd kan verbranden.
Maar ja. De zon was erg sterk vandaag. Ik ben een blog aan het schrijven over Miller's Cocktails & Kitchen, waar ik op mijn verjaardag gegeten heb. Eindelijk, dat is al 2,5 weken geleden. En ik heb dus net die pizza, maar ik krijg echt zo'n trek bij het zien van deze foto's. Niet eens, het zijn niet eens hele goede foto's of zo, maar ik heb zoveel trek in Aziatisch eten nu. Ja, dus. Het is inmiddels alweer 9 uur. Ik ben begonnen aan het editen van deze video, want ik heb morgenochtend druk. Ik heb 2 afspraken in Amsterdam. Eentje met mijn uitgever en eentje met Klaas Boomsma voor zijn nieuw boek. Ik ga hem interviewen voor mijn boek en voor Metro. En dan heb ik 's middags nog een interview voor Metro. Nou, dat is gewoon telefonisch. Ik hoop dat ik morgenochtend vroeg genoeg wakker word dat ik nog even kan hardlopen. Maar ja, ik kan niet hardlopen en die video editen. Of ik moet echt heel vroeg opstaan, maar dat zie ik mezelf niet echt doen. Ik heb een dilemma van het formaat wereld. Nee. Ik heb volgende week de shoot voor mijn boek. Ik weet niet zeker of dat doorging, maar ik heb gisteren doorgekregen dat dat wel doorgaat. En nu twijfel ik dus... Waarom ben je zo ingezoomd? En nu twijfel ik dus of ik nog voor die tijd naar de kapper moet gaan of niet. Moet ik mijn haar nog laten knippen? Of kan het nog? Ik weet het niet. En als ik naar de kapper ga, doe ik dan alleen de dode puntjes? Of ga ik dan weer voor korter? En kan deze uitgroei nog? Voor het vorige boek was mijn haar echt een stuk korter. En hier zie ik het beter. Dus toen kwam het echt tot hier ongeveer. Ja, misschien moet ik het wel laten verven en gewoon dode puntjes doen. Of is het niet zo heel erg? Ja, ik weet het niet. Als ik net hard heb gelopen, dan is mijn haar echt, de uitgroei echt extreem zichtbaar. Zo valt het wel mee. Zoals ik al zei, echt een probleem, een vraagstuk van wereldformaat. Ik ga even deze video afmaken in bed. En daarna ga ik lezen. En dan ga ik lekker slapen. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer.